We gaan aan de slag met de box van januari. Het vilten van een zijden sjaal. Leuk dat je weer meedoet. Wat zit er in de box die je van ons hebt gekregen? De langwerpige zijden sjaal. Chiffonzijde, dat is een zijde met een mooi open weefsel waar de wolvezels straks makkelijk doorheen kunnen. Je hebt van ons gekregen de lila wol en de mintkleurige wol. Heb je restjes wol van de vorige boxen, bijvoorbeeld van de kerstboom of van de wandhanger, dan kun je die ook gebruiken als dat kleurtjes zijn die je aanspreken. De zijde lont zit in jouw pakket. Een blokje met olijfzeep en bubbeltjesfolie. Wat je verder nog nodig hebt en wat niet in jouw pakket zit, is een emmertje voor warm water en een handdoek. Eventueel twee, want met filter gebruik je water en dat kan een natte bedoeling worden. Wat je zo direct gaat zien aan het einde is als je hebt gevild, dat de zijde niet meekrimpt en de wol gaat wel krimpen onder invloed van dat warme water, zeep en beweging. En daardoor krijg je die ontzettend mooie krinkeleffecten. En wat ik leuk vind ter introductie op deze box is om de vier elementen voor te lezen uit het boek Dutch Veld, Vilt in Beeld van Ria van Els Dubelaar, een bestseller op het gebied van vilten. Dat geeft je een idee wat je nu eigenlijk gaat doen. Ik lees de vier elementen aan je voor en daarna mag je fijn aan de slag. 1 is wol. Schapenwol, lang, kort, grof, fijn, stijl of krullend. Gewillig of weerbarstig. Ieder schaap en elk plekje van zijn lijf levert unieke wol. Een wolvezel is bedekt met schubben die onder invloed van water, zeep en warmte open gaan staan. En dan de schubben van een andere vezel haken en zodoende onlosmakelijk met elkaar verbonden raken. Vilt wordt geboren. Het tweede element is water. Water is nodig voor het wassen, aanverven en filten van de wol. Water reinigt de wol en het lost de zeep op, waardoor het viltproces wordt versneld. Zonder water geen vilt. Olijfzeep, Savon de Marseille, met 72% olijfolie is onze favoriet. En tot slot beweging. Wrijven, rollen en soms zelfs gooien zijn nodig om de hechting van wol met andere materialen tot stand te brengen. En het component wat wij er nog aan toevoegen is zijde. Glanzend licht, soepel en puur. In iedere gedaante is zijde een fascinerend materiaal. Tijdens het vilten haakt de wol zich vast aan de zijde, krimpt en veroorzaakt verrassende veranderingen in de zijdestructuur. Soms verbindt de transparante zijde de wolfragmenten op subtiele wijze en maakt het onmogelijke mogelijk. Zijde en wol zijn ideale partners. Ik wens je heel veel plezier met het vilten van jouw zijden sjaal.
Thank you.